Het is nog even wachten op de officiële opening van het buurthuis onder het viaduct van het Strijpsbultje. Het doorknippen van het lint is ook meteen het startschot van de wijkvernieuwing. Het deel van het oude Philipswijkje in Drentse dorp gaat dan op de schop. Het buurthuis is er tijdelijk. Het is ontworpen door designer Piet Hein Eek. De ruimte onder het Strijpsbultje is straks beschikbaar voor iedereen uit de buurt. Niet alleen voor bewoners, maar ook voor de bouwvakkers. En bovendien kun je er straks terecht voor exposities, vergaderingen en workshops.